Sportaccommodaties in Kommerwijnen moeten verbeterd worden om jongeren positief en actief bezig te houden. Dit zegt districtscommissaris Mohamed Shafiq Rajab aan onze redactie. Rajab meent dat aangepakte sportaccommodaties maatschappelijke problemen helpen voorkomen. De districtscommissaris doet daarom een beroep op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, om verwaarloze sportfaciliteiten aan te pakken en daarmee bij te dragen aan een beter sport- en recreatiebeleid. Ga je die jongens zodanig binnen dat ze weinig kans krijgen om negatieve zaken te doen. En je weet, vele drugsgevallen, je ziet diefstallen. En daardoor ga je straks een maatschappelijk probleem hebben. Dus als je die jongens bij elkaar bindt door sport te laten beoefenen, dan hebben ze weinig kans voor andere zaken te doen. Ondanks het pover accommodatiebeleid ziet Rajab de jeugdparticipatie bewegen in het district goed op gang komen. Hij vindt het belangrijk dat jongeren hun krachten blijven geven aan bevorderlijke en opbouwende activiteiten. Anno 2023 zijn jongeren nu mondiger geworden. Ze eisen hun plaats en dat vind ik heel leuk dat jongeren nu een beetje out of the box komen. Vroeger was het zo dat men gewoon dicht was geklapt, men kwam niet naar voren, maar tegenwoordig zie je dat jongeren nu zich opeisen hun plaats. En ik vind het heel mooi dat ze in de toekomst ook leiders kunnen worden. Rajab roept alle jongeren binnen zijn district op om te helpen aan de opbouw van het district.